Yo gasten, Viva Mozie, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Kruis Cornuiten. Aflevering 33 alweer. Ja, en mijn team is ondertussen bijna klaar, maar nog net niet helemaal. Want ik had vorige aflevering gezegd, hey, ik wil een nieuwe linksachter. Misschien is het wel een idee dat ik Team of the Season blind daar neer ga zetten. Maar er was best wel een comment en dit was ook een van de meest gelikte comments. Dat was namelijk deze van Velo, die zei dit. Joran, begrijp het een keertje dat het niet om rating gaat, want van Arnold is veel beter linksback dan blind. Lijkt zo dat Joran dit ziet. Ja, ik snap ook wel dat Van Arnold beter linksback is dan Blind. Want Blind is gewoon niet snel. Natuurlijk minder teamgeest. Dus ik snap dat ook wel. Maar ik vind het gewoon veel nicer om gewoon links achter een speler te hebben staan die 92 is dan 84. Gewoon, want dan heb ik een bijna volledig team. Allemaal dik 90 plus. Het ziet er gewoon nice uit. En daarom wil ik het eigenlijk. Maar toen bedacht ik me in één keer. Je hebt ook nog Prime Icon Koeman. Die is 93 rated. Is ook nog wel betaalbaar. Want ik heb momenteel, nu heb ik 217.000 coins. Nou, ik kan nog wel wat dingetjes verkopen. En volgens mij die Prime Icon Koeman kost 500.000-600.000 coins. Dat kan ik wel voor elkaar krijgen. Dus dan kan ik misschien links achter Prime Icon Koeman neerzetten. Laat me weten in de comments wat jullie denken wat handig is. Moet ik Koeman daar neerzetten? Moet ik Blind daar neerzetten? Of moet ik Van Adel daar laten staan? Die drie opties hebben jullie. De meest gelikte comment, die ga ik uitvoeren. En dan laat ik het gewoon aan jullie over. Wat ik moet gaan doen voor Van Arnold. Maar laten we het rap erbij pakken. Want elke 1000 likes is één spinpunt waard. En we hebben de vorige aflevering echt mazzel gehad. Want we hebben 2500 likes gehad. En dat mag ik dus naar boven afronden. Als we 2400 likes hadden gehad, was ik echt genaaid geweest. Want dan moest ik het naar beneden afronden. Maar ja, dat hoeft gelukkig niet. Dus dat betekent dat we nu drie keer mogen spinnen. En hopelijk krijgen we wat goede dingen. En vergeet natuurlijk ook niet dat duimpje omhoog achter te laten op deze video. Mag ik de volgende aflevering ook weer gratis spinnen. En natuurlijk net zo chill meegenomen. En abonneer natuurlijk. Ja, dan richt die 200.000 abonnees. Maar let's go. Waar beginnen we mee? We beginnen met 200 FIFA punten. Ik had er nog 850. Dan heb ik er nu 1050. Ja, op zich prima. Maar ik keek even in de store net. Er is helemaal niks qua packs. Maar volgende week komt er volgens mij weer een nieuw team uit. Of over een paar dagen. Dus dan kunnen we dan die FIFA punten bewaren. En dan gaan we ze dan allemaal opmaken. Maar let's go. Volgende spin. Wat gaan we nu krijgen? Weten, krijgen we nog iets goeds? We krijgen een challenge. Dat is wel nice. Dan zoek ik zo meteen eventjes een leuke challenge op. Mogen we nog één keertje spinnen tot slot. En dan ben ik benieuwd wat we gaan krijgen. Kom op, nog even iets goeds. En... oh, we krijgen weer 200 FIFA punten. En dan hebben we nu 1250 FIFA punten. Ja, chill voor de volgende aflevering. En natuurlijk een challenge. Ik zoek even een challenge op. Oké, ik heb hier een challenge gevonden van Dennis. Die zei dit. Challenge, als je de 0 houdt met Jasper Cillessen, dan mag je je Bizot Team of the Season halen. En dan mag ik die zeg maar in mijn team toevoegen. Dus dat is wel echt heel chill. Dus dan mag ik Cillessen gratis naar Bizot upgraden. Bizot ga ik niet gebruiken voor mijn basiself dan. Maar ik ga hem natuurlijk dan wel voor op de bank neerzetten. En die is natuurlijk beter dan Cillessen. Dus dat is wel nice. Dan moet ik eigenlijk alleen nog deze Bastiaans upgraden. En dan heb ik ook een lijpe bank. Oh, dan heb ik zo'n goed team, jongen. Maar dan moet ik dus de 0 goals tegenhouden. Nou, en als er één ding is wat ik niet goed kan in FIFA, dan is het de 0 goals tegenhouden, dus dat wordt voor mij nog een heel karwei. Maar ik heb trouwens nog rewards die ik heb vrijgespeeld. Dus deze pakketjes mag ik sowieso openen. En mochten we een Belg, Nederlander of een Wildcard of een Border krijgen, dan mag ik die natuurlijk meetellen voor deze serie. Want bijvoorbeeld een Border is 2 upgrade punten waard. Een Nederlandse Belgische speler ook. Wildcard 4 en een Special Card is 6 upgrade punten waard. Ja, een Wildcard en Special Card ga ik niet vanuit, want het zijn niet hele goede packs. Maar een Nederlander of Belgische speler of een Border zou nog wel kunnen. In het eerste pakketje helaas nog niet. Maar misschien in het tweede pakketje wel. Nou, in ieder geval geen Border. Dus dan skip ik hem aan, want dan moet het ook niet heel veel. Dan moet er gewoon een Nederlander of een Belg in zitten. En dat is ook niet het geval. Of bij dubbel nog. Maar dat is vaak ook niet het geval. Nee, inderdaad. Oké, nou, dikke pech. Nee, niet hele goede packs. Maar dan gaan we nu gewoon lekker spelen. Dan moeten we winnen. En ik hoop echt dat ik de challenge ga halen. Ik zie trouwens ook dat ik wat heb verkocht. Want ik heb nu in één keer 300.000 coins. Ja, weet je, die Koeman, die icon, die gaat wel lukken. Dat gaat sowieso lukken voor linksachter. Team of the Season of Team of the Year van Dijk, dat wordt nog wel een probleem. Want die was bijvoorbeeld de comment van Stan, die zei dit. Van Dijk, Team of the Season, Team of the Year is niet heel duur. Dus je zou voor hem kunnen gaan sparen. Want hij hoort wel in het Nederlands team. Boos Army! En dat is inderdaad wel een feit. Team of the Season of Team of the Year van Dijk moet er eigenlijk ook bij komen. Maar één nadeeltje dus. Hij is 1,5 miljoen coins. Op dit moment heb ik 300k.
Het zou kunnen gaan lukken, want misschien dat ik volgende week wel weer een pack-opening ga doen met dat nieuwe team. Maar dan moet ik zo belachelijk goede spelen packen, wil ik die 1,5 miljoen coins voor elkaar weten te krijgen. Ja, wie weet, maar dat gaan we zien of dat gaat lukken. Het zou wel nice zijn, want dan heb ik echt het beste Nederlands elftal team. Maar dan moet ik, ja, dat is dus nog even afwachten op wat ik daarmee ga doen. Maar we gaan nu in ieder geval gewoon lekker spelen en proberen de 0 goals tegen te houden, zodat ik in ieder geval gratis Team of the Season Bizot mag toevoegen. Ja, en dan is dit wel weer een beetje jammer. Oké, deze guy speelt sowieso Weekend League en ook best wel veel, want hij heeft gewoon echt 4 zieke Weekend League spelers. Voor de rest ook wel wat andere spelers. Ik heb geen idee waarom hij die 2 gewone gouden spelers in het team heeft. Misschien dat hij een opdracht moet voltooien of zo. Maar in ieder geval, dit gaat sowieso moeilijk worden. Oké, daar is Defy. Oh, Kruis! Ja! 1-0 voor in de 3e minuut. Misschien een beetje geluk, maakt mij niet uit. Dit is wel echt een heel lekker begin. Maar het allermoeilijkste is natuurlijk gewoon die 0 goals tegenkrijgen. Ja, dat vind ik altijd lastig. Maar helemaal als de tegenstander een beetje goed is, bij een race quit. Het is me gewoon gelukt. Wat een luck. Zou die echt race quit omdat ik zo snel scoorde dat hij dacht, oh joh, ik moet echt tegen een pro. Ik heb geen idee of hij dat dacht. Maakt mij ook helemaal niks uit. Ik tel hem gewoon wel mee en dan hebben we de challenge gehad. Binnen 3 minuten tijd. Ja, 3,5 minuut. Boyo. Snelste race quit ooit met gewoon een challenge die we hebben gehad. Wat is dit, chill? Oké, maar dat betekent dus ook dat we nog extra aan het rad mogen draaien. Dat ga ik eerst wel even doen. Want we hebben gewonnen, dat zijn 2 spinpunten. En we hebben met Johan Cruijff gescoord, dat is ook nog 1 spinpunt. Dus we hebben ook gewoon weer even 3 spinpunten verdiend. Zonder echt iets hoeven te doen. Oh, dit is echt heel chill. Ja, we moesten wel even scoren. Dat heb ik wel gedaan. Maar dan alsnog, dit is echt heel lekker. Oké, dan gaan we nu 3 keer spinnen. En daarna ga ik even Bizot kopen. Volgens mij is hij ook niet heel duur, maar dit is echt heel chill. Oké, spin nummer 1. Waar beginnen we mee? Keer 2 of keer 0. Oeh, dan kan ik mijn upgrade punten of FIFA punten inzetten voor de volgende wedstrijd. Dan ga ik zo meteen even beslissen. Het hangt er een beetje vanaf wat ik nu nog ga spinnen. Maar let's go, wat gaan we nu krijgen? Nog een keer iets goeds. Min 2 upgrade punten. Nou ja, tot nu toe alleen nog maar goede dingen gekregen en goede dingen gebeurd in deze aflevering. Dus het mag ook wel een keertje iets minder gaan. Laatste spin. Wat krijgen we tot slot? Niet nog een keer min 2. Nee. Ah, gewoon 2 keer min 2. Dat is dan wel weer een beetje jammer, hè? Nou, als we de volgende wedstrijd winnen, dan zie ik het gewoon door de vinger. Maar dan weet ik het goed gemaakt, dan ga ik mijn upgrade punten gewoon inzetten. Want ik heb momenteel de 16. Als ik de volgende wedstrijd win, gaan mijn 16 upgrade punten naar 32. En dan kan ik echt een dikke upgrade doen. Want ik wil natuurlijk die bronzen spelers het liefst upgraden. Ja, ik heb er nog eentje. Maar om die bronzen speler te upgraden naar een goede gouden speler, heb ik zo belachelijk veel upgrade punten nodig. Dus daarom ga ik gewoon lekker mijn upgrade punten inzetten. Dan gaan we dat doen. Oh, dat wordt wel echt een spannende wedstrijd dan. Maar Sillessen, goed gekiept. Hij heeft helemaal niks hoeven te doen. Maar ik mag hem nu wel gaan upgraden voor Team of the Season Bizot. Dan ga ik Bizot even kopen. Wat? Hoezo is hij zo duur? Er zijn maar 3 Team of the Seasons op de markt. En de goedkoopste is gewoon 43.000. Nou ja, weet je, ik heb hem gezegd dat ik hem zou kopen. Dan ga ik dat doen ook. Maar sowieso dat hij veel te duur is momenteel. Maar ja, weet je, is niet anders. We hebben hem wel gratis voor deze serie, dus dat is wel nice. Maar Sillessen, bedankt voor het bankzitten. Want hij heeft vooral op de bank gezeten. Want Van der Sar keepte natuurlijk altijd. Maar ja, je was echt chill. Maar Bizot is toch wel net iets beter als keeper. Dus hier, Bizot. Wie zou trouwens beter zijn? Bizot of Van der Sar? Lol! Bizot is misschien nog wel beter ook nog. Hij is iets... Nou, trouwens, alleen in duiken is hij echt beter. Zeg maar, trappen is ongeveer even goed. Behendigheid is Van der Sar weer beter. Maar qua positie is Van der Sar weer veel beter. Maar ik vind het wel leuk om gewoon eventjes een potje met Bizot te spelen. Dus Bizot, laat de komende wedstrijd er nog even in. En ik kan altijd nog Van der Sar erin zetten. Maar oh, dit is wel echt heel nice. En de volgende wedstrijd moeten we dus winnen. En dan hebben we gewoon 32 upgrade punten. En dan kan ik eventueel met die punten natuurlijk ook nog, zeg maar, hier blind neerzetten. Of... natuurlijk Koeman, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar dat mogen jullie bepalen. Dat moeten jullie natuurlijk in de comments achterlaten. Maar laten we wedstrijd nummer 2 gaan spelen. En hopelijk gaat hij net zo goed. Oh, dat zou toch wel een geniale aflevering zijn. Als hij gewoon weer zo goed gaat. Dan gooi ik weer rage quit. En dan win ik weer. En dan worden mijn upgrade punten ook nog verdubbeld. Geniaal. Wie heeft geen contract meer? Oh, mijn manager heeft geen contract meer. Dan zal ik mijn manager even een contract geven. Alsjeblieft, dan kan je er weer een paar wedstrijdjes tegenaan. Ik geef er nu gewoon nog eentje. Dan hoef ik me daar voorlopig geen zorgen meer over te maken. En nog eentje. Huppatee. Nou, alsjeblieft, manager. Maar let's go. Wedstrijd nummer 2. Nieuwe tegenstander gevonden en weer een behoorlijk goed team. Nou wil dit natuurlijk niet zeggen dat ik dit ga verliezen.
Maar ik ben er wel bang voor. Maar ik geef de moeite nog niet op. Als ik dit verlies, verlies ik gewoon 16 upgrade punten. Maar als ik win, krijg ik gewoon gratis 16 upgrade punten erbij. Ja, het is zo'n risico, double or nothing. Maar het is wel het risico waard. Want als het lukt, dan is dat echt heel chill. We gaan erachter komen. Nou, hier, Depay. Ja, oh, wat een mazzel, Depay. Ja, lol. Oké, niet meer de 3 minuten, maar het is nu de 5e minuut. Oh ja, eigenlijk moet ik 6e minuut zeggen. Want als er 5 staat, dan wordt dat geteld als de 6e minuut. Maakt niet uit, ik sta hier nu voor. Heel snel in de wedstrijd en daar gaat het om. Oh, weer zo'n heerlijk begin. Nou, Johan Cruijff naar Depay. Depay, schiet maar in de verre hoek. Oh, wat een goal van Memphis Depay. Nou, ik had niet verwacht dat hij erin zou schieten. Dat was echt heel ziek gedaan. Die wil ik eigenlijk nog wel even zien. Want hij schoot hem echt hard, jongen. Oh, wat heerlijk binnengeschoten. Binnen no time 2 keer Memphis Depay team of the season. Wat een beast. Oh, trouwens, ik bedenk me nu net. Ik had natuurlijk net de race quit en dat is ook nog 2 spinpunten waard. Dus die spinpunten die mag ik er zo meteen nog even bij rekenen. Dat was echt helemaal vergeten nog toe te voegen. Ik moet trouwens wel even geconcentreerd blijven spelen. Want als ik nu nog even 1 keer snel gescoord, dan kan deze tegenstander ook weer gaan race quitten. Nee, nee. Oh, dat is een penalty. Oeh, laat me dan geen rode kaart krijgen. Dat zou heel erg balen zijn. Gele kaart kan ik prima mee leven. Maar voor... Nee, oké, geen rode kaart. Oh, Bizot. Come on, jongen. Doe je ding, doe je ding. Ik ga gewoon heel veel bewegen. En dan blijf ik staan. Schiet mij in die hoek. Schiet mij in die hoek. Wat doet hij? Ja hoor, dit helpt zo vaak. Nice. Oh, gelukkig, ik sta nog 2-0 voor. Nou, de scheids heeft ondertussen afgefloten. Rust, ik sta dus nog steeds 2-0 voor. En oh, nice. Nog een race quit. Oh, dit is zo chill. Dit is zo chill. Lol, 2 race quits in 1 aflevering. Hij zag het niet meer zitten met tegenstander. Wat ik ook wel snap, want hij had ook helemaal geen kansen. Ik eigenlijk ook niet extreem veel, maar ik heb wel 2 keer gescoord. Maar dat betekent dat mijn upgrade punten worden verdubbeld. Dus we hebben momenteel 32 upgrade punten. En we mogen zo vaak aan het rad draaien. Dat is echt niet normaal. Want we hebben dus nog 2 upgrade punten omdat ik die race quit van net ben vergeten. Dus die mag ik meetellen. We hebben natuurlijk gewonnen. Dat zijn 2 spinpunten dus erbij. Dan hebben we nog 4. We hebben nu weer een race quit. Dus zijn er nog 2 erbij. Dan hebben we 6 spinpunten. We hebben 2 keer gescoord. Dat is ook nog spinpunten bij. Dus in totaal mogen we nu 7 keer aan het rad draaien. Dat is echt insane veel. Wow, wat is dit, joh. Wat een perfecte aflevering is dit tot nu toe. Beter kan gewoon bijna niet. En trouwens, ik heb natuurlijk nu 2 keer de 0 goals tegengehouden. En ook 2 keer een rage quit veroorzaakt. Dat hou ik ook bij, want dat zijn natuurlijk mijlpalen die ik kan houden. Op dit moment heb ik, of kan halen. Op dit moment heb ik 0 goals tegen en heb ik 7 keer gehaald. En rage quits heb ik ook al 7 keer gehaald. Dus dat is best wel nice. En als we dat in totaal 10 potjes hebben gehaald, dan krijg ik daar ook de extra upgrade punten voor. Maar we pakken het rad erbij en dan mag ik gewoon 7 keer spinnen. Maar ik weet het leuk gemaakt. We gaan de spinpunt even bij elkaar zetten. Ik doe 3 spins die dubbel tellen. Dus dan 3 keer telt alles dubbel. En 1 spin die gewoon telt. Want die 3 spins keer 2, dat is natuurlijk 6 spinpunten. En dan heb ik nog eentje over en dan doen we het op die manier. Dus de eerste 3 spins die tellen keer 2. Dus dan gaan we de hele tijd 2 vanaf. Maar wat gaan we krijgen? Kom op, beter laten iets goed zijn. 2, dat worden er 4. Oké, dat is wel nice. Dan hebben we momenteel 36 upgrade punten. Komende spin telt ook weer een keer 2. Wat krijgen we nu? Even iets leuks. 1 upgrade punt, dan worden er 2. Dan hebben we 38. We gaan wel lekker qua upgrade punten. Deze telt ook nog dubbel. Deze telt ook nog dubbel. Wat krijgen we nu nog? 5, dat worden er 10. Dan hebben we 48. Ja! Oh, wat nice. Maar de volgende spin telt niet meer dubbel, want ik heb nog maar eentje over. Dus dit is een gewone spin. Wat krijgen we dan tot slot van de gewone spin? Ah, dan krijgen we min 2. Maar ja, beter nu min 2, dat we met dubbel zeg maar min 2 kregen. Want dan was het min 4 geweest. Maar we hebben nu 46 upgrade punten. Dus dat is wel echt insane veel. Daarmee kan ik echt een hele lijpe upgrade doen. Laat me even weten wie jullie vinden wie ik moet gaan upgraden in mijn team. Ik kan natuurlijk sowieso van Arnold linksachter. Maar ik kan ook Bastiaans gaan upgraden voor een betere speler. Of misschien zeggen jullie, hey, je moet een andere speler op de bank upgraden. Dat kan natuurlijk ook. Laat me weten in de comments en gewoon de topcomment ga ik uitvoeren. Maar wat een aflevering was dit. Mijn beste aflevering, denk ik, van deze serie tot nu toe. Dus dit is wel echt even heel lekker, zo'n aflevering ertussendoor. Gewoon 2 keer winnen, 2 keer een race quit. Maar dan was dit het echt. Bedankt jullie voor het kijken. En heb ik tot slot nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soortgelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren. En dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Let's go!